eigenlijk is de bron van het probleem dat die staalslakken als bouwstof zijn goedgekeurd. En het is, dat zou eigenlijk niet moeten. Want het is op heel veel plaatsen in Nederland fout gegaan. Ja. Het is eigenlijk dat je een soort cirkelzaag aan een kind geeft en zegt, je moet wel oppassen. Nou ja, dat gaat natuurlijk geheid fout een keer. Ja. En dat zie je dus ook in Nederland. Na de algemene politieke beschouwingen is het kabinet dan eindelijk weer echt aan het werk. En ook al piept en kraakt het politiek gezien, kunnen we de ministers en staatssecretarissen eindelijk weer aanspreken op de dossiers die we ook zo graag in de hofbar behandelen. Neem bijvoorbeeld staalslakken. U bent natuurlijk ook met uw ministerie verantwoordelijk voor Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat, ja. Dat nog steeds staalslakken gebruikt. Waarvan eigenlijk iedereen zegt, het is ongezond. En die zou je... Staalslakken, ja, staalslakken. Ik zal even uitleggen wat het is, want dat weet misschien ook niet iedereen. Het zijn restproducten van de ijzerproductie. Ja. Dus het zijn steentjes waar dan eigenlijk nog wel wat vervuiling in zit. En we zijn geen jeugdjournaal, hè? Nee, maar ik denk, leg het toch even uit. Oh. Ik heb wel eens de vraag gehad van iemand, wat zijn het dan voor slakken? Ja, ja. Nou. Dachten dat het slakken waren. Oh, nee. Maar het is een restmateriaal inderdaad. Je kan het wel goed gebruiken als bouwmateriaal, ja. Op een bepaalde manier. Maar dat wordt niet goed gebruikt. En dat moet niet. Afval van staalgigant Tata Steel dus. En behoorlijk giftig afval. Tata Steel moet er vanaf. En dus is door onze overheid een list bedacht die circulaire economie heet. Pak het giftige goedje in en dump het maar waar u wil. Er wordt trouwens nauwelijks op gecontroleerd. U hoeft het dus ook niet te melden. En als het een keer niet lukt met inpakken, tja, dat kan gebeuren. En zo is er de afgelopen jaren een milieuramp in wording geboren. Zo ook in Spijk. Juri en Sandor, jullie wonen hier in Spijk, hè? Jullie zijn bezorgde bewoners. En dat heeft alles te maken ook weer met staalslakken. Die liggen daar in de verte, geloof ik, hè? Op die berg daar. Ja. En sinds wanneer liggen die daar? Nou ja, die zijn nu allemaal bij elkaar geraapt. Sinds 2016 zijn die staalslakken gedumpt. Ja, ik noem het maar gedumpt. Maar ze zijn gebruikt om onder andere een parkeerplaats te maken voor de KLM Open. Ja. En dat gaf in 2017, 2018 heeft dat problemen gegeven. En wat voor problemen? Het uitlekken. Dus er is een hoge pH-waarde gedetecteerd in de sloten. Dus dat is het uitlogen van het ongebluste kalk. Ja, dat geeft problemen. Oké, iedereen weet het. De wetenschap, de gemeente, de provincie. Dus dan is de oplossing vrij simpel. Weghalen dat spul voordat er echte grote rampen ontstaan. Toch, burgemeester Stoop? Maar waarom haalt u het niet gewoon weg als burgemeester? Ja, je ziet mij al gebeuren met een spaar. Nou ja, in ieder geval opdracht geven. U geeft opdracht. Ja, wij geven opdracht. Nee, kijk, wat het probleem daarbij is, ligt heel veel aan staalslakken. En we weten ook dat die staalslakken daar eigenlijk niet meer weg kunnen omdat niemand ze wil hebben. We hebben geprobeerd om te kijken van kun je het laten verwijderen. Ja. En gelet op de hoeveelheid die daar ligt, is dat niet doenlijk. Omdat die partij die is niet op een andere manier te verwerken. Maar hoe bedoelt u? Het is toch gewoon weghalen en het op een plek leggen waar niemand er last van heeft? Dan? Ben je alwezen kijken hoeveel het er zijn? Ja. We hebben nu een serieuze partij die gezegd heeft, wij kunnen het probleem beheersbaar maken, oplossen onder bepaalde condities. Maar dat betekent dat niet dat het afgevoerd kan worden. Omdat wij geen mogelijkheden zien om het te laten afvoeren. Want waar ga je 30.000 vrachtwagens met dat spul heen laten bewegen? Je moet het al op een andere manier verwerken of opbergen. En dat is gewoon niet doenlijk. En de laatste wat daarbij een rol speelt, is dat het ook financieel behoorlijk kan betekenen. Oké, dus we weten niet waar we het naartoe moeten brengen, want het is te veel. En dus moeten we het maar gewoon laten liggen daar. Het is de wereld op zijn kop. Maar het wordt nog erger, want de gemeente West-Betuwe is niet de enige die met zijn handen in het haar zit. Gelderland zit van west tot oost in de staalslakproblematiek. Naast Spijk gaat ook Eerbeek al jaren gebukt onder het afval van Tata Steel. 2 jaar geleden ging de hofbar al langs in Eerbeek bij Marjolein, die zich zorgen maakt over de milieuramp die zich daar langzaam maar zeker ontvouwt. Er is niks veranderd sinds we waren, om maar mee te beginnen. Helaas. Je ziet ook weinig hier. Zo stil als dat nu is, is het eigenlijk bijna altijd. Of er moet iets heel ernstig gebeuren. En de gezondheidsklachten zijn eigenlijk allemaal nog steeds hetzelfde. Dus snotterigheid en bloedsnotterige... Kortademigheid. Kortademigheid. Wat ze hebben gedaan is, omdat ze zeggen de stort is instabiel, hebben ze gezegd, we kunnen hem niet afdichten. Want ze moesten hem afdichten volgend jaar maart. Definitief al, de oude stort. En wat ze nu hebben gezegd, de provincie, je krijgt tot 2047 de kans
om het af te dichten, want tot die tijd is het instabiel. Dat klinkt heel vriendelijk, maar dat is een ramp. Want het is al 4 jaar bezig en dan heb je dus nog een kleine 25 jaar erbij. Dat dus bij elke regenbui dat water in de bodem, dat vervuilde water wat door die giftige staalslakken gaat, de bodem ingaat in het grondwater. En dat is dus die enorme milieuramp. Goedemorgen. Goedemorgen. Anse? Ja, ik weet het. Moest ik even nadenken. Ja, en u bent van de BBB, dus ik mag hem bij de voornaam noemen. Hè? Ja. Zo werkt dat gewoon. Hele gewone, simpele mensen zijn we allemaal, toch? Ja, gewone mensen. En ik begrijp alleen wel dat u ineens verantwoordelijk bent voor een milieuramp. En de gezondheid van allemaal mensen die in Eerbeek wonen. Nou, de ongezondheid eigenlijk. Nou, zo wil ik het niet zeggen. Nou, zo zeggen zij dat wel. Ja, dat begrijp ik. Ik ben verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Hè? Dus in die hoedanigheid zijn wij verantwoordelijk voor in ieder geval zorgen dat er geen milieuramp komt. Ja, alleen die bewoners zeggen dat is al gaande. En wij worden ongezond, steeds ongezonder. En Ans, die doet maar niks. Nee, Ans doet wel degelijk iets. Oh, maar wat dan? Sowieso zijn we aan het monitoren. Ja? Dus we weten precies welke stoffen uitlopen. We hebben al maatregelen getroffen om te voorkomen dat er een milieuramp, zoals u dat noemt, gaat plaatsvinden. Maar wat voor maatregelen dan? Dat is bijvoorbeeld dat het grondwater niet meer besmet kan worden. Wat vindt u dat er nu moet gebeuren tegen die staalslakken? Nou, ik vind dat staalslakken goed moeten worden toegepast, zodat uitspoeling van schadelijke stoffen niet plaatsvindt. Ja, maar zolang dat niet gebeurt, wat moet er dan... Nou, dat moet je per geval bekijken. Het moet goed worden toegepast. Dus als het ergens niet goed wordt toegepast, dan moeten we optreden. En dan moet je het niet doen? Nou, niet op die manier. Ja. En is het bekend eigenlijk waar die staalslakken vandaan komen? Ja, die zijn aangevoerd via een aannemer. Die heeft ze afgenomen van Pelten Hooikaas. Die heeft een soort... die vermarkt de staalslakken. Want die komen uiteindelijk van Tata Steel in Uiden. En zij vermarkten dat en geven dan geld toe als je het afneemt. Er is nageteld 30.000 vrachtwagens van het spul hier gedumpt. Je zegt, die komen van Tata Steel af. Ja. En daar wordt eigenlijk gewoon geld mee verdiend. Dus het is een verdienmodel. Voor de afnemers zeker. Want die krijgen bij iedere kuub krijgen ze geld toe. Ja. Dus er is hier ook, er ligt 670.000 ton. Wie is dat dan? Wie doet dat dan? Nou, dat is een lokale partij geweest. Niet een reguliere aannemer. Maar ja, maar zoals jij het nu vertelt, is het een beetje dubieus, hè? Ik vind het vreemd als je zo'n groot werk gaat realiseren, dat je dan niet met reguliere partijen werkt, maar met een of andere gelegenheidspartij. Die aannemer die is op dit moment voor iedereen buiten beeld, omdat er... Toen wij tot de conclusie kwamen dat er met hem eigenlijk onvoldoende zaken gedaan kon worden om de overeenkomst die we hadden afgesloten goed uit te voeren. Ja. Toen heeft de eigenaar gezegd, ik wil die relatie eigenlijk ontbinden. En dan kunnen we kijken of dat we met een aannemer die een betere reputatie heeft op het onderwerp verder gaan. Dus die oorspronkelijke aannemer die is voor ons buiten beeld. Ja, wat is het? Een rare toestand dit. Is het eigenlijk niet een idee om überhaupt te zeggen van we moeten dat maar niet meer doen? Want die circulaire economie die is hartstikke aardig. Alleen op deze manier, we weten niet eens waar het dus allemaal ligt in Nederland. En we weten niet wat de gevolgen zijn op lange termijn. Nee, we zijn het er allemaal over eens dat we circulair moeten gaan werken en denken. Ja. Want grondstoffen zijn eindig. Ja, maar nu wordt er eigenlijk alleen maar misbruik van gemaakt. Want er lopen schimmige aannemers die verdienen er heel veel geld aan. En we zitten met de gebakken peren. Kijk, er zijn een aantal situaties waar het fout is gegaan. En daar horen we terecht over. Daar zijn we nu met z'n allen heel druk mee bezig. Ja, maar van heel veel mensen. Er zijn heel veel locaties waar het gebruikt is, waar het wel goed is. Hoe weet u dat? U weet nog niet eens waar het allemaal in Nederland gebruikt is. Het is op een aantal locaties. U noemde net de Wester- en de Oosterschelde. Daar is echt gekeken. Kan het? Ja, het kan. En de waarden die we op dit moment daar meten, zijn niet verontrustend. Dus is het goed. Wanneer kunnen deze mensen weer rustig gaan slapen, denkt u? Wanneer is dit opgelost? Ja, de mensen mogen er van mij op vertrouwen dat wij zorgen dat we waken voor hun gezondheid. Dus u zegt nu al, ga nu maar rustig slapen. Ja, ga nu maar rustig slapen. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!